Hey mensen, super dat jullie kijken naar deze gloednieuwe video op mijn YouTube channel. Voor de mensen die mij nog niet kennen, mijn naam is Red Houter. En in deze video gaan we een hele box met mini-tins openen. Natuurlijk, van de 151 set, echt een prachtige box om te zien. En ik heb al hier en daar wat video's gezien van deze prachtige tins, dat ze best wel goed kunnen zijn. Dus we gaan de hele box samen openen in deze video. Geef deze video even een dikke duim omhoog. En vergeet even zeker niet te abonneren als je niet geabonneerd bent. Voor natuurlijk meer van dit soort toffe video's. Oké, ik ga deze box even openmaken en we gaan kijken wat hier allemaal in zit. Oké, ik heb hier de box voor me staan en we gaan kijken wat hier allemaal gaat inzitten. Ik ga de hele box gaan openen in deze video. En ik ben benieuwd of we er wat moois van kunnen krijgen. Natuurlijk heb ik de set al compleet, maar ik dacht, weet je, laten we in ieder geval nog even een toffe video van maken. Van deze prachtige mini-tins. Ja, ik ben in ieder geval heel benieuwd of jullie de set al compleet hebben. Hebben jullie de set al compleet? Zo ja, laat het dan even weten hier beneden in de comments. Zo niet, laat me dan ook even weten hoeveel jullie nog moeten. En welke kaart jullie dan ongeveer nog moeten. Oké, ik heb hier de box nu opengemaakt. Laten we gaan kijken wat er allemaal voor prachtige tins zitten. Er zitten namelijk 10 verschillende soorten tins in. Als jullie kunnen zien, een hele prachtige Psyker Arcanine natuurlijk. Slowpoke zit erin. Electabuzz. Ik zie een Alakazam. En dan hebben we hier ook nog de Meowth. En Dragonite. Dan hebben we hier de Magnemite. En de Gengar. En dan hebben we hier nog een tinnetje. En dat is namelijk de Machamp. Prachtige tins. Die gooi ik aan de kant. En we gaan kijken wat er in deze prachtige tin zit natuurlijk. In de eerste tin zit natuurlijk uiteraard een fighting coin. Echt heel erg vet. In elke tin zit natuurlijk een ander soort coin. Ik ga gewoon alles eerst uithalen. Denk ik dat is net zo makkelijk. Dat we in ieder geval de mini tins leeg hebben. Oké, zoals jullie kunnen zien heb ik alle tins eventjes snel geopend voor jullie. Dat jullie dat kraken niet horen want het van de plastic. Maar we hebben hier hebben we dus wat kaartjes. Oh, wat mij meteen opvalt dat ik blijkbaar meteen twee Gengars heb. Heel apart. Blijkbaar hebben die dus allebei in één zo'n mini-tin gezeten. Heel erg toevallig. Dan hebben we nog een Scyther. Een, ja, wat is dit? Een Alakazam hebben we hier. We hebben de Dragonite, Slowpoke, Electabuzz, Meowth en een Machamp. Heel erg nice. Dit zijn dus de kaartjes die je standaard bij je mini-tin krijgt. Echt heel erg vet. Natuurlijk, de packs uiteraard. Echt een stapel met packs die we kunnen gaan openen zo meteen in deze prachtige video. Dit zijn alle tins die ik hier heb liggen. En in elke tin, wat ik ook heel erg tof vind, is dat ze in elke type van elke andere tin een ander soort coin doen, wat echt heel erg vet is. Dus de Fire, ja, Psychic en ga zo maar door. Heel erg vet dat ze dit er allemaal in hebben zitten. Oké, ik gooi dit dan allemaal aan de kant zo. Hop, partij. En dan gaan we kijken wat er in ieder geval in de pack zit. Want daar zijn we natuurlijk voor gekomen. De booster packs uit deze prachtige tins. Laten we dus even gaan kijken of we wat prachtige hits eruit kunnen krijgen. Dus we gaan beginnen met de eerste pack. En kijken wat hier voor moois gaat inzitten. De codekaartjes zijn natuurlijk weer voor jullie. Scan die eventjes. Hoppatee, natuurlijk voor de online game. En dan gaan we checken welke prachtige kaartjes we hebben. Oké, onze eerste kaart is de Drowsy Bulbasaur. We hebben hier een Slowpoke, Growlithe, Nidorino, een Golduck, Pinsir, een Cycling Rhodes Reverse. En zit er wat mooi achter. Het is een Doduo Reverse. En we beginnen meteen, hoppatee, met een Charizard EX. Heel erg vet en zit er nog wat mooi achter. Een glimmende Energy, jazeker, de Dark Energy. Okay, we gaan door naar het tweede pakje en kijken of hier ook nog tos in zit. Codekaartje weer voor jullie. Ik zou zeggen, scan die even, hoppatee. Dan gaan we kijken of hier weer wat moois in zit. De Staryu, Charmander, Spearow, Bellsprout, Magneton, Neoqueen, Pritchibel, Reverse Sensu. En zit er wel mooi achter. Het is een Machoke Reverse. En een Jolteon. Helaas in deze pack geen hit. Maar dat maakt het niet uit. Want we hebben nog genoeg packs te gaan natuurlijk. Codekaartje weer voor jullie. Hoppatee. Scan die eventjes. Hoppa. Dan gaan we kijken wat hier voor moois in zit. Een Slowpoke. Growlithe. Chewdude. Jigglypuff. Tentacruel. Hitmonlee. Wartortle, een Electrode Reverse, zit er wel mooi achter. Het is een Big Air Balloon. En we hebben hier de Moltres Hollow. Codekaartje weer voor jullie. Laten we checken of we weer een mooie hit eruit kunnen halen. Drowsy, Bulbasaur, Dratini, Growlithe, Parasect, Cloyster, Giovanni. En zit er wel mooi achter. Het is een Dragonair Reverse. En hierna komt een Sidra Reverse. En zit er wat moois achter. Een Aerodactyl Hollow. En een glimmende Energy natuurlijk. Codekaartje weer voor jullie. En laten we checken. Zit hier wel wat moois in. De Execute.
een Clefairy Machop Porygon. Dan hebben we hier de bril, een Arcanine Snorlax Porygon Reverse. En zit er wat mooi achter. Het is een Clefable Reverse en een Ninetales. Heel erg vet. Toch nog een hitje gepoeld uit deze prachtige tin. Een Ninetales EX en zit daar wat mooi achter nog. Ja, ja, nog een Electric Energy. Codekaartje weer voor jullie. En laten we checken, zit hier nog wat moois in. Voltorb, Krabby, Sandshrew, Seal, Golduck, Pinsir. En dan hebben we hier de Bills Transfer. Dan komen we aan met een Nidoqueen Reverse. En zit daar mooi achter. Het is een Mankey en een Moltres Hollow. Codekaartje weer voor jullie. Weedle, Zubat, Goldeen, Nidoran, Hypno, Poliwrath, Pidgeot. Een Oddish Reverse, er zit daar wat moois achter. Het is een Ekans Reverse en een Gyarados Hollow. Nou, kom op Militins. Laten we even weer wat moois eruit halen. Het wordt wel weer tijd voor een banger. Kom op. Codekaartje weer voor jullie. Kom op. Electrabus. Rhyhorn. Tangela. Koffing. Cycling Road. Scyther. Charmeleon. Snorlax Reverse. En zit hier wat moois achter? Nee, het is een Starmie. Reverse. En hier wat achter dan? Ook niet. Een Dovio. We gaan kijken. We hebben hier in ieder geval weer een codekaartje voor jullie. Hoppatee. En we gaan kijken of hier in deze pack misschien wel wat zit. Eevee. Don't Fossil. Weedle. Een Zubat. Magneton. Nidoqueen. Victory Bell. Eevee Reverse. Heel erg nice. En zit hier wat mooi achter? Nee, het is een Golbat Reverse. En zit daar misschien nog wat achter? Ja, we hebben een Alakazam EX. Een hitje. Heel erg nice. We hebben in ieder geval weer iets te pakken. En natuurlijk, ja, ja, daar is die. De Box Energy. Hoppatee. Door naar de volgende back. Laten we kijken of hier nog wat moois in zit. Code kaartje weer voor jullie. Execute. Clefairy. Machop. Porygon. Daisy's Help. We hebben hier de Venomoth. Dan komen we hier aan met de Rapidash. Nidoqueen Reverse. Growlithe Reverse. En een Kabutops Hollow. Codekaartje is er voor jullie. Kom op, even weer tijd voor een banger. Machop. Porygon. Electabuzz. Koffing. Arcanine. Tentacruel. Snorlax. Caterpie. Reverse. En zit hier wat mooi achter. Laten we kijken. Het is een Seal Reverse. En de laatste kaart van deze pack is een Starmie Hollow. En natuurlijk een Energy, maar daar hebben we natuurlijk niks aan. Nou, de hits vallen me echt wel tegen eigenlijk in deze mini-tins. Ik had er eigenlijk meer van verwacht. Maar we hebben natuurlijk nog een klein stapeltje met packs te gaan. Laten we hopen dat we nog in ieder geval wat mooie bangers eruit halen. Codekaartje weer voor jullie. Cubone. Pulpix. Magnemite. De Caterpie hebben we hier. De Rhydon. Een Executor. Dan hebben we hier de Richard Band. Het Mewtwo Reverse. Er zit hier wat mooi achter. Kom op, het wordt weer tijd voor een banger. Het is een... een Gloom. Dan komen we aan met de laatste kaart van deze pack. En dat is een Dragonite Hollow. En een, ja, natuurlijk de Bob Energy. Die hebben we in ieder geval te pakken. Codekaartje weer voor jullie. Magikarp. Oddish. Mankey. Dan hebben we de Meowth. Richard Band. Nidorino. Executorm. Goldrock Reverse. En zit hier wat mooi achter. Kom op. Nee, een Tentacool Reverse. En een Vaporeon Hollow. En een normale Fire Energy. Helaas. Codekaartje weer voor jullie. En laten we kijken. Zit hier misschien nog wat moois in? Kom op. Het wordt tijd voor een banger. Jigglypuff. Staryu. Charmander. Spearow. Cloyster. Giovanni. Een Rhydon. Dan hebben we hier de Koffing Reverse. En zit hier wat mooi achter. Kom op. Het is een Fennonet Reverse. En hierna komt een Jolteon Hollow. En weer een normale Energy. Codekaartje voor jullie. We gaan kijken wat hierin zit. Cubone. Vulpix. Magnemite. Caterpie. Een Muk. Daisy's Help. Venomoth. Shenzi. Reverse. En zit hier wat mooi achter. Het is een Beedrill Reverse. En een Starmie Hollow. Codekaartje weer voor jullie. En laten we checken. Zit hier nog wat moois in. Kom op. Het wordt alweer tijd. We hebben nog maar echt een paar packs te gaan.
Hierna hebben we nog 4 packs te gaan. Met deze erbij nog 5. En ja, eerlijk gezegd, met 3 normale X-kaartjes en wat limited energy kaartjes vind ik het echt tegenvallen. Ik vind het echt heel erg slecht voor deze box met mini-tins. Maar laten we kijken of hier nog misschien wat geluk in brengt. Pidgey, Metapod, Ponyta, Hollywag, Bills Transfer, een Golbat, de Leftovers. Dan hebben we hier de Vulpix Reverse. Er zit hier wat moois achter. Nee hoor. Het is een Rattata en een Nidoking Hollow. En wel weer een glimmende energy. De codekaart is voor jullie. En laten we checken en hopen op iets moois. Rhyhorn, Hengela, Poffing, Psyduck, Pidgeot, Omanyte, Aurors, Golding Reverse. En zit hier wat achter dan? Kom op. Nee hoor, het is een Reverse Energy Sticker. En hierachter dan misschien? Nee hoor, ook niet. Het is weer een Vaporeon en een normale Energy. Oké, met deze bijna 3 packs. Laten we even nog wat moois uithalen. Kom op nou, alsjeblieft. Maak het even goed, want met 3 normale X-kaartjes is het echt heel, heel, heel erg slecht. Misschien wel het slechtste product, tenminste voor mij op het moment dan, van 151. Laten we kijken. Codekaartje voor jullie. Laten we hopen op iets moois. Execute. Snuffery. Machop. Porygon. Seaking. Butterfree. The Lapras. Dan hebben we hier de Parasect Reverse. Is het hier wat mooi achter? Nee hoor. Ekans. Een Jolteon. Ja. En een Fire Energy. Die ik al heel wat keren heb. Eén en laatste pack. Kom op. Codekaartje weer voor jullie. En dan gaan we kijken. Wat zit hierin? Caterpie. Eevee. Domfossiel. Weedle. Kadabra. Ivysaur. Slowbro. Clefairy Reverse. En zit hier dan wat achter? Nee hoor. Het is een Ivysaur Reverse. En een Electrode Hollow. En een normale Steel Energy. Dan komen we aan de allerlaatste pack van al deze mini-tins. En eerlijk gezegd, ik vind het echt heel erg tegenvallen. Ik vind het echt heel erg tegenvallen, dat mag ik eerlijk zeggen. Want dit is echt heel erg slecht van al deze tins. Echt heel erg slecht. Laatste pack. Nou ja, ik heb er weinig vertrouwen in deze pack nog eigenlijk. Maar laten we kijken. En misschien nog een klein sprankeltje hoop. Rode kaartje weer voor jullie. Laten we kijken wat er in de last pack magic zit. Magmar. Horsey. Abra. Dan Diglett. Poliwag. Pidgeot. Omanyte. Butterfree. Oké, en voordat ik naar deze laatste kaart ga, wil ik jullie graag aan deze video toch eventjes te liken om mij toch een beetje te steunen. Vergeet even niet te abonneren hier beneden op die abonneerbutton te drukken. En dan gaan we kijken wat er de laatste kaart is van deze video. Het is een Marowak Hollow.